Veel bekend volk donderdagavond op de première van Amaluna van Cirque du Soleil aan het station van Knokke-Heist. De grote tent van Cirque du Soleil telt 2500 stoeltjes. En die waren op de premièreavond allemaal volzet. Het was voor de pers uitkijken naar de komst van K3. Hanne, Maarten en Klaasje stonden inderdaad op de gastenlijst van Cirque du Soleil. Op zich is dat niet zo speciaal, maar ze zouden ook hun partners meebrengen. En jawel, 15 minuten voor aanvang van de show kwam Marten aan de zijde van Victor aangewandeld. Gevolgd door Hanne en Jorn en door Klaasje Meijer met haar vriend Max. De aanwezige pers kreeg uitgebreid de kans om beelden van de drie koppels te maken, maar ze gingen alleen met z'n zessen op de foto. Voor Victor was alle persaandacht niet nieuw, maar voor Jorn en Max was het toch wel even wennen. Studio 100 had trouwens een begeleider meegestuurd om de pers op een veilige afstand te houden. Maar de Belgische pers werkt op een beschaafde manier en dus was die beveiliging niet echt nodig. Er was trouwens nog een K3'tje aanwezig. Ook Josje Huisman was in Knokke om te genieten van het prachtige spektakel dat Amaluna is. Amaluna van Cirque du Soleil loopt nog tot eind augustus aan het station van Knokke-Heist.